Het is premier Rutte gelukt. In Brussel bereikte hij gisteren een akkoord over het veelbesproken Oekraïne-verdrag. Nederland zei nee tegen dit verdrag en nu lijkt het toch een ja te worden. Nou, Rutte heeft ervoor gezorgd dat in het verdrag duidelijk staat dat het geen opmaat is tot een EU-lidmaatschap. Laten we even kijken waarom premier Rutte heeft gekozen tegen het nee van het referendum in te gaan. Er zullen mensen zijn die tegenblijven. Ik maak me daar geen illusie over. Zij vonden dat de Nederlandse nee-stem alleen kon uitmonden in een afwijzen van het associatieakkoord. Maar ik vond en vind dat ik niet kan weglopen voor mijn verantwoordelijkheid. Zeker niet als de veiligheid van Nederland en de veiligheid van Europa vanwege de toenemende Russische dreiging, wanneer die zo groot is, ook voor ons land. Dan is het van belang dat wij die Europese eenheid niet doorbreken. Hij kon eigenlijk niet anders, meneer Buma, zegt hij. Ja, ik vind hier de grootste misser eigenlijk dat dit punt wat de premier nu zegt natuurlijk tijdens de referendumcampagne ook al speelde, als dat zo geweest is. Toen zei Mark Rutte van ach, we kunnen voor of tegen zijn, is goed voor de handel. Als het nee is, gaan we door. En dan kan je niet een half jaar later ineens zo'n totaal ander verhaal houden. De mensen zijn toen naar de stembus gegaan en ik was niet voor een referendum, maar het is gehouden. En mensen zijn met 4 miljoen naar die stembus gegaan. En als de Kamer of de politiek dan een dag later zegt, ja, maar eigenlijk kon het helemaal niet. Nee. Had je geen referendum moeten houden. Dus de Kamer, ik was tegen de referendumwet, voor het verdrag. Maar de Kamer moet wel eens een keer consequent zijn. En als je zegt, we leggen de vraag uit, dan heb je hem uitgelegd. Maar u was, zoals u zegt, voor het verdrag. U zat in het ja-kamp. Dan zou u ook kunnen zeggen, nou, dan zijn we hier eigenlijk wel blij mee. Weet je, dan komt het toch nog goed. Nou, ik heb natuurlijk tijdens die campagne al gezegd wat ik vond dat er moest gebeuren. En toen wist ik drommels goed wat ik zei. Ik heb toen ook gezegd wat ik nu zeg. Als je de vraag uit handen geeft, dan doe je iets met die democratie. Je geeft mensen het idee, je mag echt zelf stemmen. Jouw stem doet ertoe. Maar ik denk dat Mark Rutte tijdens die campagne al lang wist dat hij nee, als het nee werd, toch een ja ging doen. En dat andere partijen ook tijdens de campagne al lang wisten, als het nee wordt, doen we toch ja. Sterker nog, ik denk dat ze hoopten, we halen die opkomstdrempel niet, dan zijn we er vanaf. Maar zo kan je geen referendum doen. Frappant aan dit verhaal is wel dat het eigenlijk voor Europa niet heel veel uitmaakt wat Nederland doet, toch? Uiteindelijk, voor dat verdrag. Nou ja, dat heeft Mark Rutte altijd gezegd. Die heeft tot in september in de Tweede Kamer gezegd, als Nederland nee zegt, is het voor Nederland niet fijn. Maar het verdrag gaat met een aantal juridische aanpassingen door. Dat zegt hij nu anders. Maar ik vind dat je zo niet kan omgaan met de kiezer. Je kan niet tijdens de campagne zeggen, nou ja, het is voor Nederland niet fijn, maar het gaat door. En dan 8 maanden later de alarmbel luiden. Dan had je dat op dat moment moeten doen. Want dat referendum was echt, we herinneren nog, televisiedebatten, wekenlang ging het erover. En 8 maanden denken we, ja, ach, dat was toen. De wereld is anders. Maar ik denk zelf dat het zo niet werkt. En dat mensen dat niet accepteren. Wordt nog vervolgd.